Nou, ik denk dat het dan uh, een ruimte met heel veel uh, grote tafels, waar mensen met elkaar moeten discussiëren en waar ze naar elkaar moeten luisteren en elkaar moeten respecteren en de tegenargumenten van wat ze zelf vinden moeten overwegen bij hun eigen gedachten, zodat ze constant van elkaar leren. Dat zou voor mij wel de hemel zijn, want dat is wel waar ik me zorgen over maak. Dat Iedereen zo in zijn eigen bubbel zit en alleen maar hoort wat hij horen wil. En zodra die. Kijk, vroeger had ik heel veel discussies aan tafel, hier ook thuis. Tegenwoordig zeggen mensen: Oh, denk je er zo over? Dan praat ik niet met jou. Nou ja, dat is het begin van het einde natuurlijk. Ik denk ineens, nu je dat zegt, die hemel, dat is eigenlijk jouw praatprogramma. Ja, nou ja, dat is misschien een beetje. Waar ook strange. iedereen gewoon zijn woord kon doen. Ja, en uh, waar je uh, ingewikkelde dingen kon bespreken met ja, elkaar. Ja, maar dat zie je toch helemaal niet meer? Er is toch helemaal geen uitwisseling van gedachten meer? En dat vind ik heel erg jammer.